Alle personen die in aanmerking komen voor de ouderdagsvoorziening AOV zullen in de maand december een eenmalige uitkering van 100 SRD ontvangen, ook wel een kerstuitkering genoemd. Deze AOV-gerechtigden, die maandelijks een bedrag van 525 SRD ontvangen, zullen hierdoor in de maand 625 SRD ontvangen. Dit besluit is door de regering genomen vanwege het wegvallen van het evenement Bigisamadi, welke jaarlijks voor de 60-plussers werd georganiseerd. Door iedere AOV-gerechtigde in aanmerking te laten komen voor deze eenmalige uitkering, vindt het ministerie van SOSAVO dat hierdoor de doelrealisatie maximaal wordt bereikt. Met de Bigisamadi werden niet alle AOV-trekkers namelijk bereikt.